Oké, Douwe, zet hem op. Je laat maar eens even zien, jongen. Douwe, je kan het. Even die bel. 1, 2, 3. Nou, zeg, is dat alles wat je hebt? Ik zou me echt kapot schamen als ik je moeder was. Nou, wie volgt? Zal ik het proberen, hè? Goed zo, Cornel. Laat jij maar even zien hoe we dan weg moeten, hè? Komt-ie, hè? Gaat-ie. Nou, niet slecht. Voor een schoolmeisje. Wie kan dat bijten? Wil jij niet een keer proberen? Kom op! Hey, ik sla nog geen deuk in een pakje boter, joh. Kom op, dat is niet zo moeilijk. Nee, nee, Douwe, jij bent vandaag al 3 keer geweest. Kom op, en die meisjes willen nog steeds niet? Nou, precies, dat dacht. Nou, zijn er geen echte uitdagers vandaag? Probeer het gewoon. Ze noemen me al mijn hele leven slappe Jan. Ja, dan wordt het dus tijd om iets aan je reputatie te doen. Ik ben nu al trots. Is er dan geen echte uitdager meer in dit dorp? Ik wil wel. Slappe Jantje. Weet je dat zeiker, jongen? Ja, ik ga jullie iets ongelooflijks laten zien. Oké, ik hou jou niet tegen, hoor, jongen. Maar als je hulp nodig hebt om die hamer in de lucht te krijgen, dan horen we het wel, hè? Oeh, heeft iemand het nummer van zijn moeder? Voordat ze op zijn vingertje slaat. Nou, kom maar door, slappe Jantje. Je zou iets ons ongelooflijks laten zien, toch? Ik ben benieuwd. Wil iemand anders het nog een keer proberen? Dus hier ergens zou zomaar in ene een zinkgat kunnen ontstaan? Ja, volgens mijn berekeningen wel. Nou, goed dat we er op tijd bij zijn dan. Gert?